Binnenkort kom je naar het Sophia Kinderziekenhuis voor een operatie. We vertellen je in deze video wat je te wachten staat. Je plas komt vanuit je nieren via een buisje, de urineleider, in je blaas. Het kan ook zijn dat je plas terugstroomt naar je nieren. Dit noemen we vesico-ureterale reflux. Bij sommige kinderen is dit stukje van de buis te smal. Dit noemen we een UVJ-stenose. Hierdoor kan je last hebben van pijn, infecties of slechter werkende nieren. Dan is een operatie nodig. Bij reflux kan dit via een operatie via de plasbuis. De dokter maakt dan een heuveltje in je blaas, zodat de urine niet meer kan terugstromen. Je blijft 1 dag in het ziekenhuis. Bij een UVJ-stenose en bij ernstige reflux is een ureter-re-implantatie nodig. Voordat de operatie begint, krijg je een roesje waardoor je lekker gaat slapen. Via een sneetje in je onderbuik maakt de dokter de urineleider los uit de blaas en maakt deze opnieuw vast via een tunnel in de blaas. Als je weer wakker wordt, is je ouder erbij. Ook krijg je dan een lekker ijsje. Je hebt daarna 2 of 3 slangetjes uit je buik, die na een aantal dagen om de beurt worden verwijderd. Als je daarna goed hebt geplast, mag je naar huis. Thuis moet je herstellen. Je mag 4 weken rustig aandoen. 3 maanden na de operatie kom je terug naar de polykliniek en maakt de dokter weer een echo.